Het Longfonds heeft onderzocht waar mensen in onze regio, in onze stad Leiden, last van hebben als het om lucht gaat. Via de campagne Gezonde Lucht kon iedereen checken hoe de luchtkwaliteit van zijn omgeving in Leiden is en daar was stevast matig. Verder informatie krijgen over of bekijken wat gezonde, ongezonde lucht met je lichaam doet. En daarna konden mensen hun zorgen delen. En hieruit kwamen veel concrete zorgen. En die wil ik graag met u delen. Want ik hoop dat u als volksvertegenwoordigers hier ambities uit weet te filteren om gezondere lucht in Leiden te bewerkstelligen. Het Longfonds doet u hierbij wat handreikingen. In onze stad heeft men vaak zorgen om de luchtverontreiniging in het algemeen, maar van drukverkeer en vooral in de binnenstad, in het bijzonder een houtstook. Zeker bij windstil weer en mist kan de lucht heel benauwend zijn voor longpatiënten. De adem wordt als het ware afgeknepen. En geloof me, ik spreek uit eigen ervaring. Sommige mensen of sommige gemeenten zullen dan kiezen voor een stookverbod, anderen voor een stookadvies. Belangrijk hierbij is de ondersteuning vanuit de gemeente voor een gezonde lucht als longpatiënten in gesprek gaan met hun buren. Een oproep in de Stadskrant op zekere momenten waarop dat als het ware dienstig is, zou handig zijn. Nou moet ik even kijken waar het was. Hier. Ook sommige verkeersdeelnemers zijn vervuilender en daarmee benauwender dan anderen. Uit eigen ervaring weet ik hoe je in de buurt als het ware vergeven kan worden. Door diesel en tweetakdampen van draaiende motoren van afleveren en onderhoudsdiensten. Zeker in de binnenstad waar deze dampbakken dan ook nog eens strak tegen de gevels aan worden gezet om het doorgaand verkeer niet te belemmeren. Leiden is al aardig autoluw, dus daar zijn we aardig mee op weg. En ik weet dat er nog aan uitbreidingen wordt gedacht, dus daar hoeft nu hier niet over te hebben. Beschouw onze oproep dan ook als een aanmoediging om in elk geval te kijken hoe ernstig vervuilende diesel en scooters geweerd kunnen worden. Verder kijk eens naar mogelijkheden om met zero emissies in het openbaar vervoer en stadsdistributie te stimuleren. En ik hoef hier ook niet te pleiten voor meer fietsgebruik. Aan de vele her en der geplemde fietsen en de vele wrakken in de stad weten we dat Leiden een fietsstad is. Maar kunnen we er ook nog lopen? Beste mensen, ik wend mij bewust tot alle fractievoorzitters van alle partijen in Leiden en niet alleen aan de onderhandelende partijen, omdat gezonde lucht van ons allemaal is. Deze brief van het Longfonds en de bijgaande achtergrondinformatie geeft u in elk geval wat extra handvatten om de ambities van Leiden voor gezonde lucht vorm te geven. Om kosten en papier te sparen stuur ik u nog wat extra informatie digitaal. Ik heb niet alles uitgeprint en zeker niet in kleur. Duurzaam en dergelijke dingen. Maar ik dacht, ik maak wel een heel klein mapje. Toch om alvast wat eerste naslagwerk te hebben. Ik dank u voor uw aandacht. En ik wens u veel succes in deze raadsperiode. En uiteraard ben ik, of Anneke, benaderbaar voor vragen. Nu of later, misschien in de fractie, om wat extra informatie te geven. Dank u wel. Geef ik nu een voorzitter van de grootste fractie. Ja. Dat was toch een déjà vu zo. Hoi. Dag.